Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video bij de schildpaddenopvang. En in deze video gaan we het eens hebben over de bijtschildpad. En wel over twee soorten. Hier zie je bijvoorbeeld de alligator bijtschildpad. Deze die kan echt ontzettend hard bijten. En er is nog een andere soort, namelijk de common snapping turtle, de gewone bijtschildpad. Deze zie je hier. Nou ja, zo gewoon is die niet. Het zijn hele prachtige dieren, maar ze kunnen behoorlijk bijten. Ze zijn een klein beetje verschillend van elkaar. En dat gaat Gerard jullie zo vertellen in deze video, wat het verschil is tussen de alligatorschildpad en de gewone bijtschildpad. Veel kijkplezier. Nou, deze schildpad, dit is een bijtschildpad. Een alligator bijtschildpad. Nou, dat is echt een enorm monster. Deze die heeft een speciale tong. Nou, als het goed is, dan zie je hem daaronder bewegen. Dat lijkt een beetje op een wormpje. Oh ja. Nou, en zo vangt hij eigenlijk zijn vissen. Dus hij zit eigenlijk met zijn bek open onder water. En vissen die denken van, hé, een interessant wormpje. En dan slaat hij toe. Oh. Dus dit is wat een tropische soort. Dat is een Zuid-Amerikaan. Nou, deze zie je niet heel vaak. Heel af en toe zie je deze alligator schildpadden voorbij komen. Ja, en het ziet er natuurlijk heel stoer uit. Dus er zijn dan weer bepaalde mensen voor die zeggen van, nou, dat wil ik ook. Ja, maar kijk eens hoe groot de schildpad het is en hoe groot verblijf je eigenlijk nodig hebt. Dus dit zijn echt, in principe ongeschikte huisdieren, mits je echt een kenner en een liefhebber bent. En dit is een vrouwtje? Dit is een vrouw, ja. Oh. Zo vang je geen vissen hoor, op het land. Nee. Ja, dus een dier hebben ook weer een hele speciale zorg nodig natuurlijk. Ja, dit is weer... Dit is geen beginnersschildpad. Huh? Nee, maar goed, maar er zijn nog steeds wel mensen die deze ook houden. Ja, helaas wel. Ja. Nou, welke je veel vaker ziet, dat zijn de gewone bijtschildpadden. De common snapping turtle. Nou, deze die hebben een heel ander wapen. Dat is hun enorme lange nek. Dus ik sta nu een beetje gevaarlijk volgens scanners. Maar ik weet een beetje hoe deze reageert. Deze heeft dus een lange nek. Ongeveer zo lang als de schildpad zelf is. Dus heeft een bijtkracht van rond de 1200 kilo. Dus deze haalt in één keer uit. En zo vangt hij eigenlijk zijn prooi. Oh ja, zijn nek gaat al een beetje uit. Ja. En dan heb je van die stomme mensen die dan aan zulke schildpadden moeten zitten. En dan gebeurt er dit. Moeilijke boei. Oh, oh, au! Dus dit is dan zo'n slangennek. Ja. Nou, en deze soorten, zeg maar, die zijn ook massaal losgelaten in de natuur. Maar die zie je eigenlijk nooit. Dus de andere moerasschildpadden, zeg maar, die zie je nog lekker zonnen. Maar deze die zie je eigenlijk alleen maar af en toe eens even met de kop boven, af en toe eens even zonnen. Nou, en deze die eten bijvoorbeeld een eend op. En dan kunnen ze weer maanden opteren. Ja, die eten dus eend op, maar overleven deze dan in de natuur hier? Ja, helaas wel. Dus ik ben ook bang dat... Allebei de soorten? Nee, de alligator schildpad die is in principe te tropisch. Nou, en de common turtle, zeg maar, die heeft gewoon een heel groot aanpassingsvermogen. Dus ik ben bang dat dit straks een schildpad is die voor het eerst gaat voortplanten in Nederland. Ja, maar die is dus heel gevaarlijk en die eet eenden en... Mensen misschien dat hij aan kan vallen? Ja, vaak worden schildpadden losgelaten bij recreatiegebieden. Hè? Dus rondom stedelijke gebieden, recreatiegebieden. Er worden wel eens mensen gebeten. Ze denken vaak dat het een vis is of zoiets. Vissen die gaan weg. Alleen een alligatorschildpad of een bijtschildpad, die komen natuurlijk op beweging af. Ja. Nou, dat is lekker dan als je dan zo meteen lekker in de plas aan het zwemmen bent en er zit zo'n beest. Ja, dat wil je niet. Ze zijn hartstikke mooi, maar ja. Ja. Maar goed, we kunnen natuurlijk van allerlei dieren zeggen van waarom zou je dat het huisdier willen? Ja, precies. Ondanks dat het een prachtig dier is, vind ik het niet geschikt om in huis te nemen. Want en als er al echt liefhebbers zijn, echt liefhebbers,
die weer een mega, mega verblijf hebben, die heb je ook. Weet je, er zijn natuurlijk wel eens uitzonderingen, mensen die er echt wel heel erg goed voor zijn en die dat dier niet gaan dumpen. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden het natuurlijk hartstikke stoer. Want het is natuurlijk eigenlijk een soort van de pitbulls en de Staffords onder de schildpadden. Ja. En heel veel mensen vinden het stoer. En ook met die honden is dat er wel mensen zijn die er heel goed voor zijn, maar er zijn ook heel veel rotte appels. En helaas is dat bij dit soort dieren ook. Mensen vinden het dan stoer. Haal geen schildpad omdat je het stoer vindt. Alleen als je er echt, echt alles aan kunt doen om hem een juist leven te geven. Want we moeten die niet tegenkomen in de natuur. Nee. Ze zijn wel heel mooi. Ja. In 2018 stond er al een artikel op Omroep Friesland. Daar ging het ook al over deze schildpad. Er staat in het artikel ook dat de Belgische groothandel die dieren importeert voor mensen die ze als huisdier willen houden. Maar ze worden dus uitgezet in de natuur als ze weer zat zijn. Dat staat hier en ze zijn gewoon al gevonden in Leeuwarden in het gebied. En dat is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk dat hier zijn. Hier zie je een filmpje. Hier kun je zien hoe hard zo'n dier kan bijten. Dus het zijn dan mensen die vinden dat dan stoer. Ja, er gaan genoeg van dat soort filmpjes rond. Mensen die gaan gewoon niet goed met die dieren om. In ieder geval staat er ook van advies. Heb je nou een bijtschildpad gevonden? Neem dan contact op met de schildpaddenopvang Harkema in Friesland. Bedankt voor de informatie en ik zie jullie weer terug bij een volgende video. Oké. Doei.